Het Rijk verdeelt een belangrijk deel van de middelen voor gemeenten. En de begroting die daarvoor staat, op rijksniveau, die gaat omlaag. En dat heeft gevolgen voor alle gemeenten, want die krijgen hun geld verdeeld vanuit het Rijk. En dat noemen ze het ravijnjaar. Er wordt heel veel geld minder uitgekeerd en gemeenten moeten daar dus hun begroting op aanpassen. En daar zit een probleem. Hoe ga je dat doen? En hoe verwacht u dat de gemeente of het Rijk dit kan gaan oplossen? Dat is een politieke keuze. En welke kant dat opgaat is ingewikkeld te voorspellen. Eén ding is zeker, er loopt ook nog een debat over de gemeentelijke belastingen. En daar zit een deel van de oplossing. Maar er zitten meer onderwerpen in over hoe het Rijk bereid is om gemeenten nog extra middelen te geven. Nou, de makkelijkste oplossing zou zijn, en dat is ook een technische. Het Rijk heeft een aantal jaren geleden bijna 1 miljard uit het gemeentefonds gehaald. Op grond van schaalvergroting bij gemeenten, dus grotere gemeenteherindelingen. Dat is nooit gerealiseerd, maar dat bedrag is ook nooit teruggedraaid. Daar zit een belangrijke stap. De tweede stap is de discussies over de jeugdzorg en het sociaal domein in brede zin. Dus de WMO en de jeugdzorg. Of gemeenten daar voldoende geld voor krijgen. Dat zou een plus kunnen zijn. En de derde gaat over de belastingen.